De warmste week van Music for Life is volop bezig. We zitten ondertussen al aan dag 6. Het is zondag. Het weer buiten, dat is niet zo goed op dit moment, hè? Nee. Het is aan het regenen. Gelukkig zit dat hier vol warme mensen, hè, in onze actietent. Wie zijn jullie? Noor. Wie heb je meegebracht? En mijn neefjes en mijn broer en mijn mama en mijn tante. Oké, het is dus een familieaangelegenheid hier. Ja. Oké, hebben jullie als familie iets georganiseerd voor de warmste week dan? Ja, al 2 jaar. En wat hebben jullie dan gedaan? Ik zie dat jullie wafeltjes vast hebben, maar ja, vertel maar. We hebben wafels gebakken voor MS Liga, omdat onze opa heeft MS en dat is wel erg. Dus we moesten iets doen en dan hebben we... Dat is al de tweede keer dat jullie dat doen? Ja, vorig jaar hadden we net geen 1000 euro en dat moesten we beter doen natuurlijk. Ik zie al in jouw ogen dat het dan ook beter is geworden dit jaar. Wie weet. Dat gaan we gewoon nog eventjes geheim houden, je hebt gelijk. Goed, wie heeft die wafeltjes dan allemaal gebakken? Wij allemaal. En bij wie thuis is dat dan doorgegaan? Vaak bij ons thuis, ook wel bij, ja, bij hun thuis. En opa heeft er ook gebakken. En wie heeft de meeste wafeltjes geproefd? Ja, hoeveel wafels heb jij gegeten de afgelopen weken? Per baksel denk 5. Proeven is ook belangrijk, hè? Zijn het goede wafels? Ja. Mag ik straks eens proeven? Van mij wel, maar ik weet niet of dat van mama mag. Ja. Mama, mogen wij straks eens proeven? Mag straks eens proeven. Yes, keitof, keitof. Zeg, en jullie opa, hoe gaat het met hem op dit moment? Dat gaat wel goed met hem. Wat doet die ziekte eigenlijk met hem? Wie weet dat? Zijn been werkt niet meer goed. Alleen zijn ene been. Maar nu heeft hij een stok en eigenlijk heeft hij nu een derde been. Op die manier, op die manier. En wat vond hij ervan dat jullie dat voor hem hebben georganiseerd eigenlijk? Ja, wel leuk, denk ik. Hoop ik. Ik hoop het ook. Oké. Goed. Mag ik dan nu vragen hoeveel centjes het heeft opgeleverd? Ja? Oké. Zelf hebben wij 1500 euro ingezameld. Maar... ja, we hebben ook nog van de Zevendonkse Rakkers. Dat is een club, een fietsclub van nonkel Rudy. En die hebben, gesponsord, 500 ja. euro gesponsord. Dus nu samen hebben wij 2000 euro ingezameld. Wauw, dat is dan wel keiveel beter dan vorig jaar, hè? Ja. Ja. Okay. Dus volgend jaar, als ik dan jullie nog eens terug zie hier in Wachtenbeke, dan gaat dat nog eens zoveel zijn. Ik hoop het. Wie weet. Maar bon, voor nu al supergoed gedaan, allemaal. Dikke duim voor jullie allemaal. En een vlam natuurlijk, hè. Daar staat de knop. Druk er maar op, want die hebben jullie verdiend, hoor. Allemaal samen? 3, 2, 1. Kei tof. Dank je wel om naar hier te komen, hè. Bedankt voor jouw warme actie.